En goedemorgen deze zondag. Ik neem jullie weer een keertje mee met een wandeling. Kijken of dat nog kan, want het is, ja, 6 weken geleden dat ik gefilmd heb. Ik heb even teruggekeken. De laatste keer was in El Campello en dat was 25 mei. Vandaag 5 juni, dus 6 weken geleden. En waarom heb ik niet gefilmd? Omdat ik volgens Jorn te veel filmpjes schiet. En dan heeft hij te veel materiaal om filmpjes te maken. Wat ons niet altijd rust geeft. Maar ja, nu is er al zo'n tijd geleden. Regen hebben we gehad. Koud weer hebben we gehad. Intussen zijn we een stukje bruiner. En hebben we warm, lekker weer. Met heel veel zon. En we hebben ook heel veel leuke dingen meegemaakt. En ja, kan het niet laten. Maar wel jammer dat we het niet vastgelegd hebben. Maar goed, vertel ik later nog. We gaan nu eens een stukje wandelen. Het is nu 8:30 geweest. En ik neem jullie mee naar het strand. En ik laat jullie straks ook het plekje zien. Nog meer van het plekje zien waar we geparkeerd staan. Ja, misschien niet het meest mooie plekje, maar wel een rustig plekje. En er is hier niemand. Terwijl er wel van alles is aangelegd. Maar dat zien jullie straks. Want ik moet en zal eerst naar de zee gaan. Het is ook te lang geleden dat ik 's ochtends vroeg uit bed ging om een wandeling te maken. Ja, we zijn dus ook een beetje lui geweest. De bedoeling was dat we afgelopen week een inhaalslag zouden maken met filmpjes maken. Want dat was al even niet gebeurd. Maar in plaats daarvan, ja, kwam het er dus niet van. En we hebben dus nu ook een gat, want we hebben dus een aantal weken niet gefilmd. Wat ik jammer vind, want echt wat ik vertelde, we hebben leuke campingplekken gehad, leuke omgeving gehad, mooie wandelingen gehad, leuke strandjes gehad, weer gezelligheid gehad met vrienden. Maar goed, vanaf nu wil ik het weer oppakken. En als het goed is, lopen we na het weekend ook weer bij met de filmpjes. Dus, ik kan weer filmen. Nou, eens even kijken. Er komen toch wat auto's aan. Maar, waar zijn wij? En daarachter ergens, staat de bus. Even een rondje van de zaak. Daar heb je mooie bergjes. Er kwam dus echt helemaal niks aan. En juist als ik wil filmen, komen de auto's op zondagmorgen. Wat doet iedereen? Dat ziet er leuk uit. Een vallei met groen en met roze bloemen. En tuintjes. En gisteren zagen we ook een vallei verderop. En daar waren nog veel meer roze bloemetjes. En het ziet er mooi uit en het is ook mooi. En het zou nog mooier zijn als wij mensen het allemaal schoon en netjes houden. En niet ons afval weggooien. Zoals puin, rommel, autobanden. Die moet ik maar wegdenken. En die moeten jullie ook maar niet gaan zien. En je focus op het groen. En ik hoor vogeltjes en ik zie vlindertjes. En ik zag net een konijntje. Aan de andere kant wordt gebouwd. En volop parkeerplek hier volgens mij ook rustig om te slapen. En is er een camping. Niet zoveel langskomend verkeer. Kom, ik ben nieuwsgierig wat er in de woonwijk te zien is. We hebben de foto's al eerder gezien op internet. Op de pagina van Spaanse Droomkazen volgens mij. Tegenover je appartement kijk je dus uit op de camping. Lijkt me niet erg gezellig, toch? Wel het strand. Dat is het belangrijkste. De eerste twee, die zijn al af. Zoals jullie zien, en bewoond. En dat is 3. Die zit in het pleisterwerk. En nummer 4, zijn ze nog mee bezig. En daar het saleskantoor. En dan aan de overkant
de zee. En dan dacht je dus een huis te hebben, appartementen met zeezicht. En dan wordt er voor je appartement nog even een aantal huizen gebouwd. En hier hebben we nog een oude toren. Ik dacht al, wat een gek gebouw, modern, maar ze zijn er nog mee bezig. Alleen het hek is gesloten. Van het wandelen komt niet echt veel. En ik laat jullie en oude gebouwen zien. En nieuwe woningbouw. En wat nog in de maak is. Wel leuk wonen hier, denk ik. Daarvoor dat zal wel vast niks meer gebouwd worden. Want anders verlies je het uitzicht op het park en de zee. Zo, dan zien jullie mij ook in beeld. Hihi. Nou, lieve mensen. Ik ontdek eigenlijk nu pas bij nacht 2 op de plek waar we staan. Dat we op een mooie plek staan. Vlakbij rustige parkeerplaatsen waar je kan slapen. Vlakbij het strand. Maar ik zie hier ook achter mij parkjes waar je dus 's ochtends rustig kan ontbijten of 's middags kan lunchen of 's avonds kan eten. En dat is nog niet eens zo ver van het strand. Maar ik had jullie beloofd het strand te laten zien. Nou, ik zie hem al. Dus donde esta playa? Aquí! We zijn er. Een mooie wandelpad op het strand. We zijn bij Playa El Torres. En dit is de derde keer nu dat ik op dit strand ben. Want ik heb hier 2 keer geluncht met de broeders en zusters van de kerk in Villa Joyosa. En toen zaten we daar ergens. Ja, ik ga het strand inspecteren. Yay, de zee! Maar, oh, wat zie ik nu? Een heel mooi plekje voor de camperbus. Voor onze Adriaan. Die had daar ook kunnen staan. Ik zie er 2 busjes en een camper. Direct aan het strand met palmbomen. Ik zie een paal waar je dus ook gewoon kan wassen. Oh, oh, oh. Anita en Jor moeten beter hun best doen. Kijken waar ze kunnen staan. Ja, en nu wil ik naar de overkant. Maar hoe doe ik dat zonder natte voeten te krijgen? Oh, ik ben wel lichtelijk jaloers hoor, want naast het feit dat er busjes staan, zie ik daar ook gewoon iemand het tafeltje uitklappen met stoeltjes. Perfecte plek om te ontbijten en te chillen. Maar ja, maybe next time. Gelukt om aan de overkant te komen. Je moet gewoon je schoentjes uitdoen. Dit uitzicht heb je dus als je hier zou hebben gestaan. Ja, met palmbomen. Een prima plekje, zo zie je maar. En de bergen, en een bus, en nog een bus. En dan zit je gewoon lekker op je strandje. Heerlijk. Intussen zit ik even op een bankje, niet uitrusten, want mijn wandeling stelde niet veel voor. Overal filmen, foto's maken. Ik ben nu op het plekje waar we gisteren hebben geluncht met de kerk. Eigenlijk is het een prima strandje hier. Je hebt een kiezelstrand, dus geen zand tussen je tenen. Je hebt heel veel schaduw en het blijkt dus ook dat je hier prima plekjes hebt om te kunnen staan met de bus. Oh ja, dat wilde ik ook nog doen. Maar ja, ik heb Jor nu al gezegd dat ik terug naar huis kom. Dus misschien een andere keer,
als we hier nog zijn. Daar had ik dus willen wandelen, maar dat ging dus niet. Hier heb je een beter uitzicht. Dan kan je denk ik wandelen zo over de berg of langs de berg naar de zee. Ik ben benieuwd hoe lang het duurt, want ook hier worden weer appartementen gebouwd. Mooi appartement, maar ook zonde eigenlijk, hè, als je nu deze berg ziet. Tja. En dat zeg ik terwijl wij ook op zoek zijn naar een mooi huis. In de bergen of aan zee of ergens in het binnenland. Ja, en als er een huis moet komen te staan, dan moet het wijken voor het groen wat er is. Maar toch is het zonde. Zeker ook om te zien dat er zoveel plekken hier, wegen en parkeerplaatsen, gewoon niet gebruikt worden. Of huizen of projecten die worden gepland en dat het dan toch niet wordt zoals het bedoeld is. Ja, het ziet er wel leuk uit met de vijgenboompjes. Uitzicht op de berg. En we hebben zelfs ook, hoe noem je dat? Granaatappels. En een mooie weg terug. Waar nu nog niet zoveel auto's staan. En de bergen. Met één verlaten auto. Poepoe, de zon die brandt aardig. Net was het nog een beetje bewolkt en niet zo warm. Maar nu is het behoorlijk warm en ik heb me niet eens ingesmeerd. De bergen zijn wel mooi. Daarachter lopen we omhoog. Naar links, daar is de bus. Ik sta weer eens in de bosjes, want ik zag weer een mooie gele vlinder met zwart, die ik nog niet eerder heb vastgelegd. Gaat me ook denk ik niet lukken. Maar die vlinder kan ik dus niet vastleggen en nu staat ze op een ander plekje. En natuurlijk hier een bord te koop. Kijk, dat bedoel ik dus. Snappen jullie dat nou? En er dus genoeg prullenbakken zijn. Nu lag het wel in de prullenbak, maar is er allemaal uit. Ja, of je gooit je afval gewoon aan de kant van de weg. En wie weet wordt het een keer opgehaald. Kijk, en wat je hier dus hebt zijn wegen aangelegd en die niet worden gebruikt. En dat loopt zo door tot helemaal daarachter. Of daarvoor bedoel ik, en achter mij ook. En dan hebben ze hier een mooie weg. En dan loop ik nu eventjes naar een ander pad. En dat doe ik even stiekem gewoon zo tussendoor. Mooie olijfboompjes hebben ze geplant. En leuke boompjes. En zie hier een mooi wandelpad. En een fietspad die niet wordt gebruikt. En de plantjes die proberen dus weer hun weg terug te vinden. Want het was van hun. Nou, daar staat het dan. Aangelegd en wel. Met leuke bankjes en olijfboompjes. En daar uitzicht in de verte rechts op Benidorm. En dan draai ik eventjes. Gewoon niets. En dan loop ik nog een stukje verder. En wat komen we dan tegen? Centro Comercial. Niet ingebruikt. Nog een weg waar niks mee gebeurt. Waar niemand haast komt. En nog meer leuke boompjes. Kantoren. Wat staat er? Se vende. Oftewel, we staan leeg. We zijn nog te koop of te huur. En hier de elektriciteitskistjes. Ja, mooi gemaakt. Maar vervolgens is het één bende, want ligt het gewoon overhoop. Kijk. Dat slopen ze gewoon. Of hebben ze het eruit getrokken? Geen idee. Maar
Je kan dus nog iets huren als je wil. Binnen liggen ook nog verf, karton, jerrycans. Hoe lang zou de weg zijn waar niks op gebeurt? Geen idee. Maar toch rijden er af en toe auto's langs, zodat we daardoor 's avonds niet echt heel rustig konden slapen. En naast de Centre Commercial staat een huis. Ja, woon je daar lekker. En dan zeggen ze, we gaan iets bouwen. En vervolgens gebeurt er niks. En dan komen we weer uit. Bij Adriaan. Met nog een leeg parkeerplaats. Waar niemand stond toen wij hier 2 nachten sliepen. Dat was dus ons slaapplekje in Via Gioiosa.